Hoi, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag en ik heb vanochtend al gesport. Uurtje. Nu ben ik ondertussen bezig met verse pompoensoep maken met zoete aardappel en brood. Want ik heb nog niet geluncht, maar ik probeer nu heel erg op mijn voeding te letten. Dus daar ben ik nu bezig. Verder ben ik nu naar de winkel geweest. Ik moet natuurlijk de boodschap halen, anders kan ik het niet maken. Logisch. En verder gaat het met Eros heel goed. Hij is lekker baldadig, ondeugend, speels. Van de week was hij even een dagje wat minder lekker. Had hij 2 keer overgegeven. Ik denk omdat hij te veel eet. En daarbij ook schrot. Daarbij heb ik donderdag al mijn giftige planten weg moeten doen. Want ik wist niet dat ze giftig waren. Dus daar had hij blijkbaar van gegeten. Dus had voorzorg weggedaan. En verder ga ik vandaag nog even oefenen weer met het tuigje. Dat doe ik eigenlijk elke dag wel eventjes kort. Meer om te oefenen voordat hij straks buiten kan wandelen. Waarom? Omdat hij niet dit complex naar buiten mag. Ik zit op 2 hoog en ze hebben het gewoon liever niet. Dus wil ik hem als alternatief mogelijk bieden dat hij gewoon dan naar buiten kan aan een tuigje. Dat gaat goed. Dus dat ga ik vandaag nog even oefenen, maar eerst even mijn lunch maken. En we gaan kijken voor een schrokbak. Als je wil weten wat een schrokbak is. Een schrokbak is eigenlijk een voedingsbak waar je gewoon het voer in doet. Alleen hij moet er langer over doen, omdat hij de brokjes tussen meerdere ringen uit moet halen. Dus hij kan minder snel eten. Daardoor heeft hij dus minder snel alles op, wat nu elke keer het geval is. Want hij mag eigenlijk over de hele dag 50 gram, dus dat is 2 keer 29 gram. Dus dat probeer ik ook heel goed te verdelen, maar hij eet alles heel snel op. Dus daarom. En nou ja, kijken of dat werkt. Dus, ik ga nog even verder aan mijn pompoensoepje. Mijn hoop de uien had fruiten. Daar heb ik peterselie liggen. Hier de zoete aardappel en de pompoen. En kruidendingetjes, dus ik ga even lekker kokerellen. Nou, mijn soep kookt inmiddels. Eros hebben jullie wel eens gezien. Maar nu is hij wakker. Hij heeft mogelijk ook interesse in mijn edelstenen die daar zo liggen. Ja, die van mijn ketting vindt hij ook erg mooi. Gaan we niet doen. Nee, nee, nee. Dus hij is lekker actief en bewegelijk. Hè? Ondernemend. Vindt alle vachtjes leuk en dingetjes leuk. Dat is vooral lekker ondernemend. Net zoals nu wil hij weer aan mijn ketting zitten, maar dat gaan we niet doen. Oh, gaan je benen liggen? Nou, wat jullie nu zien is vrij uitzonderlijk. Dit doet hij pas voor de 2e keer. Oh, vind je het gezellig bij me? Een kleintje. Ik heb het duidelijk naar zijn zin hier. Kijk dat je niet valt, hè. Je hoort je camera? Mooi. Sorry. Eros. Hey. Hoi. Wie is mooi? Wie is mooi? Hey. We kunnen hem beter zien. Hij komt je even gedag zeggen, denk ik. Hé? Wil je even gedag zeggen? Eros. Nee, ja, ik vind mijn ketting heel erg mooi. Waarom weet ik niet meer? Niet doen. Nee. Nee, nee, nee. Niet doen. Hey. Mijn soep is inmiddels klaar. Ik moet alleen nog even de topping toevoegen. Dat is de peterselie. En ik heb een snitje brood. En ik doe een klein beetje oude kaas erbij als garnering. En dan wil ik denk een lekker maaltje, al weet ik het zo zelf. Nou, en zo ziet mijn soepje er dan vervolgens uit. Ik heb een beetje geraspte kaas eroverheen gedaan en een beetje peterselie. Dan moet ik zo alleen nog even de brood nog even verder ontdooien. En dan heb ik een lekker etentje, lekkere lunch. Nou, bij deze sluit de video af. Ik heb verder niet heel veel meer gedaan in de middag. Ik heb soep gegeten en nu heb ik alleen even een wasje opstaan. Eros ligt lekker te slapen, al vanaf uur of 3 of zo. Ik heb net, we gaan dus een schrokbak bestellen, zoals ik al heb gezegd. We hebben er nu 1 gevonden. Dus als het goed is, is dat hopelijk morgen al in huis, als super zijn. En
Ja, ik ga verder alleen nog even oefenen vanavond met het tuigje. En verder niet zo heel veel meer doen. Lekker rustig aan. Dus dat was hem voor nu. Nou, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal Autistiek Horse. En geef het een duimpje omhoog. Like. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!